Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag is mijn gast Sifu Tego. Als u haar nog niet kent, maken we vandaag kennis en tevens ook kennis met haar nieuwe song, Don't Know You. Kijk mee naar het gesprek met Sifu Tego. What we need is a little Q-Time. Hi Chantal, hoe gaat het met je? Ik moet je eigenlijk Sifu Tego noemen, hè? Ik mag je geen Chantal noemen. Tuurlijk wel, maakt niet uit. Ik kende je nog van toen je gewoon Chantal was, dus waarschijnlijk daarom. Maar goed, yeah. Ik weet zeker dat you don't need an introduction, but let's just do the honors en toch eventjes heel kort vertellen over jezelf en wat je doet, want je bent Sifu Tego voornamelijk bekend als DJ. Klopt, ja. Toch? Ik draai nu sinds 2013. Ben ik DJ inderdaad. Ik maak muziek. Dus ja. Oké. Okay. Je maakt muziek. Wat bedoel je daarmee? Je maakt muziek. Want als je hoort een DJ een nieuwe song heeft, dan denk je, meestal praat je over zangers die een nieuwe song hebben. Maar niet echt DJ's. Alhoewel, niet echt. Collaboratie. Maar vertel. Ik ben dus nu al een aantal jaren DJ. En ik heb grote ambities. En als je het als DJ wil maken, moet je ook je eigen muziek produceren. Dus heb ik me een paar jaren verdiept in het produceren van muziek. Mm-hmm. En vandaar dus. DJ's maken tegenwoordig ook muziek. Je hebt eigenlijk alleen maar een laptop nodig en een programma. En dan kan je eigenlijk alle instrumenten kan je zelf bespelen. En je kan online kan je met zangers samenwerken. En zo is ook dit nummer tot stand gekomen. Oké, okay. Gebeurt dat ook echt met jou dat je echt alles digitaal doet? Eigenlijk is oké. Okay. En is dit de eerste keer dat je zeg maar je eigen nummer uitbrengt? Oh nee. Ik heb al een aantal keren singles uitgebracht. Ja. Vorig jaar had ik voor het eerst een nummer 1 hit. Ja. Op Radio 10 voor 3 weken. Dus voor mij heb ik wel een aantal jaren dat ik muziek uitbreng. Onder gewoon de naam Sifu Tego. Ja, oké. Okay. En je nieuwe nummer. Vertel ons wat meer daarover. Ik heb nu, hoe lang is het nu al? Bijna 2 jaar of zo heb ik geen optredens gehad. En heb ik gewoon een nummer over geschreven, over mijn frustratie. Van, weet je, dat je eigenlijk niet meer weet wie je bent. Want je zegt heel mooi in de introductie van je bent DJ, Sifu Tego. Maar als je al 2 jaar niet doet wat je, als je al 2 jaar geen optredens doet als DJ, dan ga je op een gegeven moment een beetje twijfelen van, wie ben ik dan eigenlijk? Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Dus daar gaat het eigenlijk over, een beetje de identificatie van je beroep. Van, het was heel erg een beetje een lastige periode voor mij. Waar ik heel veel thuis en ik mocht niet doen wat ik, waarvan ik hou. Ik heb natuurlijk wel, ben niet stil gaan zitten en gaan huilen in een hoekje of zo. Ik ben wel bezig geweest met werk, maar ik kreeg niet dezelfde voldoening eruit dan als wanneer ik draai voor een publiek. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Maar wat heb je wel gedaan in die periode? Ik heb heel veel, ik had niet echt de motivatie om bijvoorbeeld echt te gaan draaien voor mezelf of zo. Dus ik heb een beetje, ik ben gaan storten op piano. Heel veel pianolessen gevallen. Wat heb ik gedaan? Ik heb Netflix. mijn vriendin is een e-tent gestart, dus heb ik daarbij geholpen. Ja. Dus dat. Maar dat is wel grappig. Want aan het eind van de dag kom je dan thuis. Het is wel leuk, maar je bent moe. En wanneer ik draai, dan als ik thuis kom, ben ik hyper. Snap je wat? Dus dat is het verschil. Ik begrijp het. Ik begrijp het. Ja, heel. Maar luister nou, je hebt niet stilgezeten in 2 jaar tijd, hoor, dame. Dus ik denk dat je daarvoor niet hoeft te verontschuldigen. Ik denk dat je genoeg bent geweest, actief bent geweest om toch wel te zeggen van, hé, dat heb je toch ook wel, zeg maar, in de pocket. Ja, dat sowieso, ja. Ik probeer het wel altijd een beetje te verbeteren. Dus de titel, Don't Know You, slaat het inderdaad op het gevoel dat je net omschreef. Dat je eigenlijk een beetje rondkijkt en zegt, ik weet eigenlijk niet meer wie ik ben. Ja, klopt. Heb je antwoord op die vraag gekregen uiteindelijk, na 2 jaar?
eigenlijk denk ik dat het je hele leven lang zoektocht is, toch? Ja. Om te ontdekken dus wie je bent. Eigenlijk hint ik daarop, maar je zegt het zelf. Ja. Ja. Maar het leuke is wel van dat ik... kijk, eigenlijk ben je best wel... hoe zeg je dat? Vulnerable, hoe zeg je dat? Je stelt jezelf open om zoiets te vertellen, dat je zo hebt gevoeld. Ja. En het leuke is wel dat ik al direct heel veel reacties krijg van mensen die hetzelfde gevoel hebben. Bijvoorbeeld een vriend van me die reist heel veel. En dat kon dus al die tijd niet. Dus hij zei van ja, ik heb ook hetzelfde gevoel. Dat is wel leuk, omdat je dat door muziek je gevoel uit... en dan ziet van, wacht even, we zitten eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Mm-hmm. Voel je daardoor beter? Sowieso, ja. 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 Nee, ik vind toch wel, ja, ja, dan voel je toch wel alsof je iets doet wat iets betekent. Of ja. Zo, ja. Ja, waar meerdere mensen zich in kunnen terugvinden. Maar ook het feit dat je niet alleen bent. Ja, dat ook. Ja, ik denk dat het een kleine pleister op de wonden is, om het maar even zo uit te drukken. Ja, ja, okay. Ja. Het nummer Don't Know You. Heb je dat alleen gemaakt of heb je dat in samenwerking ook met anderen gemaakt, zoals je aan het begin vertelde? Ik heb de tekst geschreven en ik heb dan, online heb ik een zwangeres voor contact. Ja. En zij heeft het dan voor me ingezongen, maar voor de rest heb ik de productie heb ik allemaal zelf gedaan. Ja, oké. Very nice, very nice. Gefeliciteerd daarmee. Laten we kijken, want je hebt hem net vorige week uitgebracht. Dus hij heeft nog een, zijn start-up traject heeft hij nog te gaan. Er is één heel mooi ding, dat je zei aan het begin van het gesprek. En dat je zei namelijk dat je heel veel ambitie hebt. Dus waar brengt die ambitie jou naartoe? Als je kijkt naar nu jouw leven en jouw carrière voor de komende jaren. Ik kan wel zeggen dat mijn droom is, of mijn ambitie is, om gewoon nummer 1 DJ van de wereld te worden. Okay. Ik heb niet veel gehoord van de DJ Mac Top 100? Nee, die ken ik niet. Ik weet, dat er wel een DJ-lijst is, maar niet alsof ik me ermee bezighoud. Maar jij ongetwijfeld wel. Dus dat is mijn ambitie, om gewoon de beste DJ van de wereld te worden. Oké, wauw. Heftig. Heel erg mooi. Ja. Want sowieso denk ik dat met jouw komst als DJ je sowieso al wat barrières hebt doorbroken door eigenlijk een vrouwelijke DJ te zijn. Want ik denk dat dat toch ook wel heel erg stigmatiserend in de richting van voornamelijk mannen was. Dus door jouw komst denk ik dat je al sowieso al hebt gezegd, ik ga een paar barrières doorbreken. Maar ik denk dat wereldwijd het fenomeen DJ toch nog steeds voornamelijk een mannenstempel heeft. Klopt, helemaal. Ja. En dat geeft mij extra motivatie om daarvoor te gaan. Dus dat maakt het komt er ook nog bij. Dat maakt het dubbel. Klopt. Mm-hmm. Ja, zeker. Okay. En volgend jaar word ik 40. Ja. En wat ik ook heel veel heb gezien in mijn omgeving... Dat ding is oneerlijk. Dit is het, klopt niet daar. Life is really not fun. Oké. Okay. 40? Nee, maar dat is ook nog wel een extra motivatie voor mij, want ik weet nog, ongelooflijk. Toen ik 30 werd, had ik helemaal issues en ik spreek ook heel veel jongeren die ook net 30 worden en ook helemaal denken van, oh my god, mijn leven is voorbij. En het is cliché, maar ze zeggen, life starts at 40. Ik wil ook laten zien dat je nog gewoon echt van alles, al je dromen achteraan kan gaan. Het maakt niet uit hoe oud je bent, of je nou een vrouw bent of hoe oud je bent, whatever. Ja. Dus daar sta ik dan ook voor. Oké. Wat is jouw pad volgens jou? Hoe zie je dat eruit? Mm-hmm. Je pad dat je hebt uitgezet voor jezelf, maar ook waar je de afgelopen 2 jaar over hebt kunnen nadenken, om inderdaad jouw droom na te streven? Ik denk dat je dan gewoon vooral je eigen pad moet volgen. Mm-hmm. Dus ik moet gewoon muziek maken waar ik me goed bij voel. En daar begint het bij. Gewoon echt focussen op goede muziek en op de beste sets. Dus wanneer ik optreed, dat ik gewoon... mogen we weer feesten? Dat ik ervoor zorg dat ik helemaal ready ben. En dat ik echt met een hele goede set kom. Eigenlijk met de beste set ooit. Ja. Heb je al de waters getest van internationaal mogen optreden? Jazeker. Dus voor COVID heb ik al een paar keer in het buitenland opgetreden. In Nederland, in Aruba en Amerika. En grappig genoeg was ik 6 weken geleden was ik ook in Amerika. En toen heb ik op een bruiloft mogen draaien. En toen heb ik dus dat nummer Don't Know You gedraaid. En de mensen waren er zo enthousiast over. En wat mij heeft doen besluiten om het uit te brengen. Dus, op die manier. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay.
jammer om te zeggen dat die inspiratie niet van Suriname is gekomen, maar dat je naar het buitenland moest gaan daarvoor. Nou ja, het waren wel Surinamers in het buitenland. Oh, oké, okay. en, je hebt gelijk. Ja. Nee, oké, okay. Maar goed, je treedt dus al op in het buitenland. Maar wat is concreet nodig voor jou, volgens jou, om op dat niveau te kunnen doorbreken? Ik denk dat ik gewoon moet doorgaan met wat ik nu doe. En niet moet twijfelen aan mijn eigen kunnen of zo. Mm-hmm. Dus dat vooral. Want ik zie gewoon als ik optreed, ook in het buitenland, het lijkt alsof er gebeurt iets. Ik kan het niet uitleggen. Je kan het alleen maar voelen als je daar bent in de zaal. Ja. En daar wil ik gewoon meer mee doen. Oké, okay. Dat wil zeggen dat je er een aanzet moet zijn nu, moet komen nu voor jou, om meer eigen muziek te gaan produceren. Ben je daarmee bezig? Juist. Ja, zeker. Ja. Ik heb heel veel leuke nummers in het pijplijn, dus Oké, okay, en je gaat in principe gewoon kiezen ervoor om singles uit te brengen elke keer? Het is wel ergens in mijn achterhoofd om een album te doen. Maar als de tijd zover is, dan zal dat wel komen. Dat is wel ook een van mijn dromen, om echt een eigen album uit te brengen. Ja. Oké. Okay. Hey, Chantal, wanneer je daar bent op de nummer 1 positie van de wereld, ik hoop dat je dan ook weer 10 minuten hebt voor ons om een leuk interview te doen. Zodat je ons kan vertellen over wat je allemaal meemaakt en beleeft daar. Ik wil je heel erg veel succes toewensen. Gefeliciteerd nogmaals met je nummer. Hoe ik dat de verkeerde is, elke keer wel weer een mijlpaal. Het is net uitgebracht, dus we gaan kijken waar het ons naartoe brengt. Dank je. Ja. Heel erg veel succes en keep it up. Zeker weten, dankjewel. Is goed. Bye. Doei. Dat was het gesprek met Sifu Tego, onze eigen Surinaamse vrouwelijke DJ die haar nieuwe nummer Don't Know You heeft uitgebracht. Ze vertelde erover, het is eigenlijk een inspiratie in een verhaal over hoe zij zich voelde tijdens coronatijd. Natuurlijk heeft ze hiermee het nummer en wat ze daarmee probeert te bereiken veel medestanders gevonden in de periode die achter ons ligt, waar eigenlijk iedereen zo zijn verhaal over te vertellen heeft, over hoe de emotionele ontwikkeling is geweest in die moeilijke periode. Dus you never know, misschien kan Don't Know You ook iets voor u betekenen. Houd er in ieder geval in de gaten een jonge dame met sterke ambities, die ook Suriname op de wereldkaart zou kunnen zetten, als inderdaad haar droom werkelijkheid wordt. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer.